Nou, mijn naam is Hendrik Hol. Ik ben mede-eigenaar van Hol Spraying Systems. En wij bouwen boomgaardspuiten die we proberen te verkopen over de hele wereld. Wij doen heel veel in innovatieve ontwikkelingen. Ik ben heel erg gefocust op op afgiftecontrole. Dus wij meten met 2 flowmeters de afgifte van de spuit. Op die manier kan ik heel snel detecteren of een dop verstopt is of dat die open blijft. Plus ik maak het voor de gebruiker heel eenvoudig om de machine te bedienen. En ik denk, daar spitsen we ons heel erg op toe. Daarnaast focussen we ons 1 jaar of 3 nu op GPS. Dus dat we echt op precies kunnen spuiten, precies willen spuiten. En ik kan ook nu op boomniveau spuiten. Dus met onze machines kan ik bij een rijsnelheid van 8 km per uur op boomniveau werken. Wij kiezen bewust voor Blue LED. Op het moment dat ik namelijk met blauw licht mijn witte spuitnevel verlicht, kan ik beter zien of alle doppen correct open zijn en een correcte spuitkegel vormen. En het andere voordeel bij is dat ik een LED-lamp heb die niet warm wordt, makkelijk schoon te maken is en daardoor een lange levensduur heeft. Nou, hier hebben we de allernieuwste techniek. Daar zijn we 3 jaar mee bezig geweest om zover te komen op het punt waar we nu dus zijn. Ik heb hier een sensor die scant de bladmassa. Afhankelijk van de bladmassa gaat hij de dop aansturen. Iedere dophouder is voorzien van een eigen PWM-module. Deze PWM-module die kan tot 50 hertz draaien per seconde. En die kan ik laten variëren. Dus stel je voor dat we een 0,15 dop nemen op 25 hertz. Dan kan ik de afgifte verhogen en ik kan de afgifte verlagen. Dat kan ik dus doen afhankelijk van de bladmassa die we meten. Maar we kunnen ook actief gestuurd door de taakkaart het volume van de dop aanpassen. Wat interessant is voor groeiregulatoren of voor dunning. Normaal gesproken werken we met een TVI-dop, dat is een kegel-venturi-dop. Hier werk ik met een IDK-dop op 3 bar. En op die manier kan ik het systeem dus tweeledig gebruiken. Plus alle data die de sensor scant, kunnen we terug naar huis sturen, richting AgroManager. Daarin opslaan. Op het moment dat we dat dus 30 keer doen gedurende het seizoen, kun je een groeikaart ontwikkelen van je eigen aanplant. Deze groeikaart kun je weer gebruiken of voor wortelsnijden, of voor bemesting, of andere dingen eruit gaan halen. En op die manier krijgen we een compleet gesloten GPS-werkend systeem, waardoor ik dus meerdere tilthandelingen met deze machine kan toedienen, maar ook meerdere handelingen eruit kan halen. Nou, als luchtondersteuner kiezen wij dus voor een lager toerental. Wij meten ook niet de snelheid van die de trekker heeft, maar wij meten actief de snelheid die de ventilator zelf heeft. Op het moment dat ik een laag ventilatortoerental heb, dus een lage luchtstroom in combinatie met deze dop, zijn wij in staat om een boom voor 120% in breedte te bespuiten. En dat geeft een meest optimale bedekking.